Het is de nacht van 10 november. En omstreeks 5 zien we dit wit-grijze busje het terrein van Postel in Tilchten oprijden. Het busje stopt opvallend lang aan de voorzijde en verplaatst zich dan snel naar de achterkant. Er stapt één persoon in zwarte werkkleding uit. Hij betreedt het pand simpel via de achterdeur. Eenmaal binnen lijkt de persoon vol te zitten met ervaring. Hij loopt razendsnel langs de twee gloednieuwe, dure gereedschapskarren en stopt zijn zakken vol met gereedschap. Hierna loopt hij linea recta naar de trekker, waar hij begint te sleutelen aan vermoedelijk het achterlicht. Vervolgens verplaatst hij zich naar de voorkant en zien wij hem het luchtfilter vervangen. Dan legt hij al het gereedschap weer terug in de karren en verplaatst hij zich uit de werkplaats. Niet veel later zien we de inbreker weer. Ditmaal in zijn linkerhand een krat grols. Hij verplaatst zich via de showroom naar de grote kantine boven in het pand. Hier zien we hem de koelkast volpakken voor vermoedelijk de vrijmibo. Alsof hij het verdiend heeft, neemt hij zelf ook een slok. Op weg naar de uitgang wordt zijn aandacht getrokken door iets wat lijkt op de boerinnenkalender. Na wat gebladeren is ook deze niet veilig en wordt hardhandig buitgemaakt. Daarna verlaat de inbreker het pand voorgoed. We zoeken een persoon gekleed in zwarte werkkleding met werkschoenen van het merk Griesport. Hij heeft duidelijk geen 9 tot 5 mentaliteit. Een afgeronde niveau 4 opleiding in de richting landbouwmechanisatie. En ook enige ervaring met het sleutelen aan landbouwvoertuigen. Bent, kent of herkent u zichzelf in deze persoon? Mail dan nu naar info@postel.nl.